Vanuit Buitensporig is dit Café 0.0. Presentatie Tom Zuidema. Dit is Café 0.0 vanuit Buitensporig. Met opnieuw aan tafel twee gasten dit keer van Tiel Tip Top. We hebben Bart van den Berg, inmiddels een bekend gezicht. Als het gaat om vuil moeten we bij jou zijn, heb ik begrepen. En Sander van Vliet. En bij jou moeten we zijn als het gaat om projecten waar de mens centraal staat. Daar gaan we eventjes op inzoomen. Kort geleden hebben we in Tiel gehad de NL Doet en de Nationale Opschoondag. Daar heb ik Tiel Tip Top druk aan het werk gezien. Kun je daar iets over zeggen? Hoe was de belangstelling? Ja, was erg goed. 20 tot 30 deelnemers per activiteit. Tijdens de NL Doet zijn we aan de gang gegaan bij Begraafplaats ter Navolging. Daar, dat heb ik gezien. Ja. Daar kregen we regelmatig klachten. Of nou, niet zozeer wij, maar daar worden door voorbijgangers zwerfafval op de begraafplaats gegooid. Ja, dat gaat zo lekker over dat hekje. Ja. En sindsdien hebben we gezegd, weet je wat we doen? Tenminste één keer per jaar komen we met onze social club, komen we jullie helpen. En we hebben natuurlijk de grootste opruimdag van het jaar weer achter de rug, de landelijke opschoondag. Zie je daar nog een bijzondere verschuiving in soorten zwerfvuil? Vorige keer ook even over gehad. Nou ja, wat we natuurlijk wel zien is dat de statiegeld werpt zijn vruchten af. Wat we alleen daarnaast ook wel weer zien is dat de typische flesjes van energiedranken, die worden tegenwoordig allemaal in blikjes geserveerd. Ja. Dus de verpakkingenindustrie is druk om het statiegeld te omzeilen. Oké, maar de blikjes statiegeld, dat komt eraan. Dus wie weet zijn die binnenkort ook verdwenen. We blijven duimen. Ik heb iets anders opgevangen. Er is een oplevering geweest van de Samenhanger. Dat is 17 februari geweest. Of niet, 17 maart is dat geweest. Ja. Geen idee wat dat is. Leg eens uit. De Samenhanger is een aanhangwagen die de sociale samenhang ten goede komt. Nou, dat klinkt allemaal nog een beetje weeg, maar het is onze nieuwste zwerfafvalvoorziening. Het is een evenementenwagen die eigenlijk compleet is ingericht met alles wat een opruimfeest nodig heeft. Dus het klinkt goed. En hoe komt zoiets tot stand? Nou, eigenlijk staat de Samenhanger al vanaf de kinderschoenen van Tiel Tip Top, staat het al op onze verlanglijst. Uiteindelijk samen met het Oranje Fonds, Burger Weeshuis en gemeente Tiel hebben we samen met de partners van de stichting de fondsen bijeengebracht. Ja. En hebben we een aanhangwagen gekocht die we helemaal slim hebben ingericht om evenementen, opruimacties tussen de 50 en 150 personen tegelijk te kunnen faciliteren. Dus er zitten opruimgereedschappen in, maar ook een koffiezetapparaat, een professionele popcornmachine, evenementententen, buiten straatmeubilair. Ik was al benieuwd, wat is nou slim ingerichte aanhangwagen of een bakfiets, maar dat is het dus. Dat klinkt inderdaad bijna als een feestje dat het leuk wordt om troepen op te ruimen. Het is jammer dat het moet, maar als het moet, dan doen we het op een gezellige manier. Dat is een beetje de insteek. Oké. Dan is Tiel Tip Top aan de gang gegaan, dat was ons vorige gesprek, met een transfer, dat klinkt een beetje ingewikkeld, van een zwerfvuilopruimorganisatie of een zwerfvuilorganisatie naar een maatschappelijke organisatie. Kunnen jullie dat eens uitleggen? Sander misschien? Nou, we zijn heel druk bezig geweest met het Oranje Fonds, omdat uit de praktijk bleek dat we heel veel aandacht hebben voor de vrijwilligers die bij ons rondlopen en daarin heel vaak terugzien dat ze een hulpvraag hebben. En dat daar heel erg op ingezet kan worden en dat dat ook helpt voor de mensen. En eigenlijk hadden we iets van, hé, daar willen we een slag in gaan maken. Daar willen we de rest van de tijd in gaan steken naast wat er al staat en blijft bestaan. Willen we daar een focus op gaan leggen of dat wij meer mensen kunnen gaan helpen. Dat is opgemerkt bij het Oranje Fonds. Heeft Bart heel veel tijd en moeite ingestoken om daar mee te groeien. En die vonden het zo'n tof idee, zo'n goed idee dat ze hebben gezegd, hier hebben jullie een leuke som om dat op te gaan starten. En we gaan jullie eigenlijk een jaar aan de hand nemen om te kijken welke impact jullie maken. Hoe jullie daarin kunnen groeien en hoe jullie daarin je ding kunnen gaan doen. Ja, dus het Oranje Fonds heeft niet alleen met financiën gesteund, niet geld alleen, maar ook met backup, met ondersteuning met mensen en coaching. Ja. Nou hoor ik je zeggen dat eigenlijk dat zwerfvuil of de opruimactiviteiten meer een hulpmiddeltje zijn geworden om mensen op een heel ander vlak bij elkaar te brengen en te ondersteunen. Wat voor soort ondersteuning moet ik dan aan denken? Eigenlijk
hele basale ondersteuning. We zien dat er mensen tussen zitten met een angststoornis. Die vinden het al lastig zat om überhaupt op te komen dagen op een dag waar heel veel mensen aanwezig zijn bijvoorbeeld. En dat we die rust in voorgesprekken bij de hand kunnen nemen, zou je kunnen zeggen. Dat ze dat wel weer durven. Mensen die de telefoon niet opnemen of geen belletje durven te plegen. Die inzetten als we contact moeten gaan leggen met, hey, wij willen bij jullie in de buurt gaan schoonmaken. Mm-hmm. Kijken of dat we die het contact kunnen laten leggen, zodat ze daarin groeien. En inderdaad weer ontwikkelen op dat gebied. Meer zelfvertrouwen krijgen. En ja, en dat uiteindelijk ook in de rest van hun leven in kunnen zetten. Dat is eigenlijk de hele doelstelling. Prachtig, eigenlijk. Ja. En dat doen jullie voor een deel samen met Werkzaak. Of althans, er is een samenwerkingsverband met de Werkzaak. In het begin van het gesprek hadden we het met Sander en Bart over de samenhanger. Die inmiddels is geïmplementeerd. Maar ik ben heel benieuwd, wat is er nog meer te bieden rondom die samenhanger? Nou ja, wat we in ieder geval doen, en dat wat we eigenlijk al jaren doen, is dat we natuurlijk grijpstokken, vuilniszakringen en groene vuilniszakken ter beschikking stellen. Mm-hmm. En met de komst van de samenhanger en nog allerlei andere voorzieningen hebben we nog een bakfiets en nog andere aanhangwagens die we uit kunnen lenen. Dus mensen die kunnen via de website van tiltiptop.nl kunnen ze een aanvraag indienen om zelf ook groepsacties uiteen te gaan zetten. Dus eigenlijk hebben we een compleet voorzieningenniveau, niet alleen voor de individuele opruimer, maar ook voor grotere groepen. Hartstikke mooi, dank jullie wel. Bedankt ook voor dit gesprek. Dit waren voor Tieltip Top bij Café 0.0 in Buitenspoor, Sander van Vliet en Bart van den Berg. Graag tot de volgende.